In deze video gaan we kijken naar hoe je 1000 euro kunt investeren. Stel, je hebt uh, eenmalig 1000 euro, bijvoorbeeld in de vorm van vakantiegeld, of je hebt maandelijks 1000 euro over die je kunt gebruiken om te investeren. Nou, hoe zou ik dat aanpakken? In deze video gaan we dus kijken hoe ik het zou doen. Maar dat advies geef ik jou mee om jou te inspireren en motiveren. Uh, dit is de tweede video uit een serie waarin ik telkens ga kijken op verschillende bedragen investeren. De vorige video hadden we 100 euro investeren. Uh, die video zal ik hier even plaatsen. Het was de best bekeken video van de laatste twee maanden. Dus ik dacht, laten we snel beginnen met een video met 1000 euro. Want wanneer je het bedrag wat je gaat investeren aanpast, is het ook verstandig om de tactiek waarop je dat bedrag gaat investeren aanpast. Nou, dat gaan we dus in deze video bekijken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus als dat onderwerpen zijn die je interessant vindt en meer wilt zien, abonneer dan op het kanaal. Alle informatie en links die ik in deze video bespreek, zal ik onder de video plaatsen, zodat je het later nog eens rustig terug kunt lezen en alle informatie kunt vinden. Uh, maar voordat we gaan beginnen om te kijken hoe je 1000 euro eenmalig of maandelijks kunt investeren, heb ik altijd een tip. En dat is om dit bedrag te gebruiken om je schulden af te lossen. Het kan namelijk zomaar aantrekkelijker zijn om je schulden af te lossen dan om het bedrag te investeren. Nou, afhankelijk van welk rentepercentage je in principe betaalt, kun je dus kijken: van ga ik mijn schulden aflossen? Stel je hebt schulden omdat je producten op afbetaling hebt gekocht. Je ziet het al langere tijd bij de mediamarkt. Daar heb ik vorig jaar ook een video over gemaakt. In ieder geval over je vakantiegeld, hoe je dat beter kunt besteden. Uh, maar ook sinds kort de BCC doet het. En dat doen zij in samenwerking met Wekamp. Dus echt grote spelers op de ja, Nederlandse markt. eigenlijk, Die bieden al steeds vaker aan om dingen op afbetaling te kopen. Koop op afbetaling klinkt natuurlijk gelijk interessant. Omdat je maandelijks lage lasten hebt om het, product, het nieuwste product eigenlijk te hebben. Maar wat je zult zien is dat de mediamarkt hier 13,5% rente per jaar voor rekent. En dat de dit zelfs voor 14% doen, en op die manier zie je dus dat je eigenlijk al vrij snel rentepercentages van ja, 12 tot 15% kunt besparen als je zoiets hebt, en dat is dan natuurlijk weer veel meer dan wat je waarschijnlijk gemiddeld genomen op de beurs kunt verdienen, wat zeg maar rond de 7% ligt. Dus het is altijd verstandiger om eerst dat soort dingen af te lossen, omdat je dan eigenlijk gegarandeerd al 13,5-14% kunt. Uh, ja, kunt besparen, dat is eigenlijk al je rendement, wat je dus al hebt op je bedrag. Het kan ook aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld extra af te lossen op je hypotheek. Dit hangt een beetje af van de situatie waarin je ze in zit. Ten eerste, welke markt verwacht je op de aandelenbeurs bijvoorbeeld? Omdat je daar 7% kunt halen, maar misschien zie je aankomen dat de beurs misschien binnenkort wel crasht. Dat je dus ja, het risico dat het minder waard wordt. Aanzienlijk inschat, zeg maar, dan kan het zomaar verstandig zijn om bijvoorbeeld je hypotheek extra af te lossen. Uh, daarvan weet je eigenlijk het rendement wat je kunt halen, want dat is het bedrag dat je aan interest betaalt. In mijn geval is dat 3,19 procent. Dus als ik dat 1000 euro op aflos, dan gaat mijn geleende bedrag omlaag, waardoor ik dus eigenlijk al 3,19 procent rente minder betaal, omdat ik 1000 euro minder uh, geld heb geleend. Dus dat is eigenlijk al meteen mijn rendement, en dat is dan misschien wel aan te raden. In dit geval is het denk ik nog net aantrekkelijker om in de beurs te investeren? Uh, maar het is een beetje afhankelijk van op welk moment jij deze video kijkt. Gaat het nou slecht met de beurs? Dan is het natuurlijk aantrekkelijker om gebruik te maken van ja, in dit geval uh, 3,19%. Bij jou kan het misschien wel een hoger rentepercentage zijn, want ik heb het afgesloten op een vrij gunstige tijd. Inmiddels zijn de rentepercentages dus nog iets lager. Dus het hangt een beetje af van je eigen situatie. En het gaat ook meteen op het laatste punt. Bijvoorbeeld, je hebt studieschuld. Je wilt natuurlijk liefst al je schulden afbetalen. Nou, studieschulden zijn eigenlijk. Um, ja, de rentepercentages zijn daar tegenwoordig zo laag die je daar betaalt. Het is dus in ieder geval niet aantrekkelijk om daar dus extra op af te lossen. Het enige wat ik zou doen om daar extra op af te lossen is op het moment dat je uh, een huis wil gaan kopen in de korte toekomst, zeg maar. Omdat dan de studieschuld mee wordt gerekend. En um, in het bedrag wat je eigenlijk kunt lenen. Dus als je stel 5000 euro studieschuld hebt, dan kan het zomaar zijn dat je... Hem 8.000 of 9.000 euro minder kunnen lenen, dus dan zou het misschien slimmer zijn om dat af te lossen. Uh, maar verder rest, zorg gewoon eerst dat je in ieder geval de dingen op afbetaling hebt afgelost voordat je verder gaat met eenmalig of maandelijks investeren. Kijk nou als je bijvoorbeeld 1.000 euro wilt gaan investeren eenmalig, bijvoorbeeld omdat je dus vakantiegeld hebt gekregen vanuit je werk, nou, dan kun je gaan kijken naar wat wil je dat met uh, dat bedrag gaan doen. Nou, zelf zou ik aanraden om in ieder geval de helft ervan in indexfondsen of in ETF's te stoppen. Uh, hier heb ik laatst al een video over gemaakt, zal ik hem hier even linken. Maar in het kort gezien komt het erop neer dat ETF's uh, in principe drie voordelen hebben. Ten eerste hebben ze zeer lage kosten, dus het is interessant om uh, daar ja, geld in te investeren, omdat de kosten gewoon heel laag zijn. Uh, tweede voordeel is dat de, de spreiding: je gaat met een ETF of met een indexfonds namelijk een hele beurs of een bepaalde sector in. En je hebt dus niet individuele bedrijven die je kiest, maar. Over het algemeen kies je bijvoorbeeld de SP 500. Dan heb je 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Dus je verspreidt je geld eigenlijk over 500 bedrijven. Waardoor je dus ook minder risico loopt. En ten derde is het een betrouwbaar product. De aanbieders hiervan zijn grote partijen, betrouwbare partijen. Uh, zoals gezegd kun je ze vaak goedkoop deze dingen kopen en de beurs. Waar het op gebaseerd is, is op lange termijn, uh, ja, wel betrouwbaar. En zeker omdat de economie altijd groeit op de lange termijn. Dus op die manier is het ook nog een betrouwbaar product eigenlijk om te kopen. Je hebt er weinig risico mee, dus je hebt er weinig omkijken naar. Dus ik zou in ieder geval daarvan de helft van die 1000 euro in investeren. We hebben op dit moment dan nog 500 euro over. En daarvan zou ik weer dan weer de helft investeren in bijvoorbeeld een dividendaandeel. Dus stel je hebt 250 euro, investeer dat in een dividendaandeel. Bijvoorbeeld ABN AMRO. Dat is een Nederlandse ja, bedrijf, een Nederlandse bank. En deze heeft het hoogste rendement in Nederland met 6,4% op jaarbasis. Uh, zij doen namelijk sinds 2017 de helft van hun netto winst keren ze uit aan de aandeelhouders. En het interessante aan uh, dividendaandeel is dat... Waarschijnlijk het zijn het vaak grote bedrijven die veel winst maken en geen beter iets hebben um, om met die winst te gaan doen. Dus dat is eigenlijk ook weer een nadeel. Ze kunnen de winst ook gebruiken om te innoveren, maar dat zit vaak in deze sector, bijvoorbeeld in de banken. Maar ook in de voedselindustrie is het vaak moeilijk om te innoveren, dus daarom keren ze dat geld juist uit. Nou, dit is best een hoog percentage, 6,4%, want 6,4% van de koers wordt dan in principe uitgekeerd. En de reden dat ik dit dan weer aanraad is omdat je op deze manier, zeker als je een beginner bent, dat je dan toch een dividend aandeel hebt. Of misschien meerdere dividendaandelen aandelen van die 250 euro. Het hangt een beetje af van welke bedrijven je kiest. Ga je voor ABN Amro of andere Nederlandse bedrijven? Of ga je internationaal richting Amerikaanse bedrijven? In ieder geval, op die manier heb je dan één of meerdere dividendaandelen aandelen En daar kun je dus ook ervaring mee opdoen met dat soort producten. Uh, waarschijnlijk is het. ETF gebeuren het ja, makkelijkste, het meest passieve en misschien ook wel het meest veilige. Maar ook dividendaandelen zijn relatief veilig, zijn vaak grote namen die al jarenlang eigenlijk dividend uitkeren en elk jaar iets meer dividend uitkeren. En op die manier kun je dan toch met een klein bedrag uh, meemaken van. Ja, wat is dit voor product? Is het interessant voor mij? En kan ik misschien als ik later meer geld op mijn beschikking heb, uh, meer daar geld erin stoppen? Of is het eigenlijk niks voor mij? Maar dan weet je het ook direct. En dan kom je eigenlijk ook meteen op de laatste 250 euro die we over hebben. Die zou ik dan juist weer in een product stoppen of in een los aandeel. Bijvoorbeeld een bedrijf waar jij in gelooft, uh, waar jij potentie ziet, maar misschien ook iets meer risico wilt nemen. Nou, voor mij is dat bijvoorbeeld Tesla, dat weten jullie vaste kijkers wel. Ik heb een behoorlijk gedeelte van mijn geld in Tesla zitten. Natuurlijk uh, is het een risicovol product, in ieder geval bedrijf, want het kan zomaar zijn dat ze binnenkort niet meer bestaan. Maar op dit moment binnen de elektrische auto's zijn ze eigenlijk gewoon koploper en hebben ze een hele grote voorsprong. Nou, het aandeel heeft telkens, zeker op het nieuws zeg maar, uh, als het wat tegen, wat tegen zit in het nieuws, dan keldert het aandeel weer. Er zit wel meer volatiliteit in, iets meer risico met zich ne neemt het met zich mee. Maar Het zou zomaar kunnen zijn dat het aandeel over een jaar of over twee jaar... 2, 3, 4 keer zoveel waard is, of misschien nog wel meer. Dus dat risico ben ik bereid om te gaan nemen. En dat zou ik dan ook met de laatste 250 euro doen van het geld wat je hebt. Doe dat dan in een bedrijf waar je risico durft te nemen. Dus dat het risico wat hoger is, maar als het goed gaat, het rendement ook veel hoger is. Dat je misschien wel je geld kunt verdubbelen of meer dan verdubbelen. En ook op die manier kun je dan uh, meemaken van wat doet het nieuws met een aandeel uh, dat je hebt. Uh, wat ja, wat kan de toekomst brengen? Misschien gaat het wel mis. Dan heb je eigenlijk voor 250 euro een hele wijze les gehad van waar moet ik de volgende keer op letten. Wat heb ik nu verkeerd gedaan? En je wilt het liever doen met een klein bedrag dan dat je later met een groot bedrag daarin investeert. Dus op die manier heb je eigenlijk al binnen die 1000 euro drie manieren om dat je geld te verspreiden. En dan kun je eigenlijk ook nog ervaring opdoen. Om bijvoorbeeld als je later meer geld hebt, dus te beslissen van ja, dit voelt. Goed bij mij, of ik wil meer hierin, of ik wil juist niet daarin investeren. Dus op die manier leer je van 1000 euro ook nog best wel veel. En die kennis kun je dan weer gebruiken op het moment dat je bijvoorbeeld 1000 euro in de maand te besteden hebt. Dus dat is het volgende punt. Maandelijks 1000 euro tot je beschikking om te investeren. Nou, ten eerste zou ik nog steeds aanraden om de helft niveau ervan in, uh, in indexfondsen of ETF's te stoppen. Gewoon omdat het dus lage kosten zijn, betrouwbaar is. En dat je voor de toekomst wil gaan nadenken. Dus je wilt eigenlijk. Uh, als je 1000 euro hebt en je zet 500 euro in de maand apart, kun je dus echt wel uh, richting financiële onafhankelijkheid bouwen. Dus dat je eerder met pensioen kunt gaan. Wil niet zeggen dat je dan op je 50ste niet meer hoeft te werken. Maar dan kun je dingen gaan doen die je leuk vindt. Dan heb je in ieder geval genoeg geld om elk jaar van te kunnen leven. Dat is in ieder geval, zou ik persoonlijk doen, de helft daarnaartoe. Dat je het doel wat je wil bereiken op die manier ja, in ieder geval best wel zekerheid kunt inbouwen. En wat je met de andere helft van deze 1000 euro elke maand kunt doen, hangt een beetje af van de persoon die je bent. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken om het geld te gaan gebruiken om um, ja, een passief inkomen, of in ieder geval extra inkomen te genereren. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een eigen bedrijf te starten. Dat je part-time begint met iets wat je graag doet, waar je ervaring in hebt, wat je graag voor jezelf zou doen. Misschien gewoon naast je andere baan. Dus je werkt bijvoorbeeld 40 uur bij de baas en doet nog 10, 20 uur in de week iets voor jezelf. Het kan boekhouden zijn, er kan tuinonderhoud zijn. Maakt niet uit. In ieder geval iets wat je voor jezelf doet omdat je daar dus, uh, ja, in principe de potentie hebt om meer te verdienen op de lange termijn. Omdat je vaak bij een salaris, bij een vaste baan, vaak bent beperkt, zeg maar tot 3, 5 als je geluk hebt, in het salaris wat je omhoog kunt gaan. Terwijl als je juist een eigen bedrijf hebt, dan hangt het een beetje helemaal. Van jezelf af, vaak hoeveel je kunt verdienen, maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een passief inkomen op te richten of in ieder geval een vorm van passief inkomen te genereren. Dit kan zijn een YouTube-kanaal, je kunt een blog beginnen. Ik heb laatst een video gemaakt over miljonairs die zeven vormen van inkomen hebben. Nou, zoals gezegd, waren er twee of drie daarvan die vaak wat actiever zijn en hoog belast worden. En meerdere daarvan zijn dus passief en die worden vaak wel lager belast. Ik zal die video ook hier even plaatsen. Maar het kan dus zomaar zijn dat jij bijvoorbeeld geld gaat gebruiken om later vastgoed te kopen. Dat je kunt verhuren of andere manieren. Ook beleggingen zijn natuurlijk een product, dus wat lager belast wordt. Maar dat hebben we eigenlijk al in die 50% zitten waar we het eerder over hadden. Dus je kijkt gewoon welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld extra inkomen of passief inkomen te genereren. Ook weer gericht, je hebt dus elke maand 500 euro over. En neem je gewoon een gedeelte van uh, om risico te nemen. Uh, als je het mist, is het waarschijnlijk niet zo erg, want je hebt nog 50 euro in die ETF's of in indexfondsen zitten voor je toekomst. Maar als het goed gaat, dan kun je natuurlijk weer veel meer groeien, uh, meer dan je, bij je normale salaris. En zeker op lange termijn, als je een passief inkomen hebt, dan kun je dus geld gaan verdienen terwijl je eigenlijk geen werk meer levert. Stel je gaat op vakantie, maar je hebt een YouTube-kanaal, uh, je zorgt gewoon dat er één video online komt. En of die de ene week nou 100 euro oplevert of de volgende week 1000 euro, dat hangt een beetje af van hoeveel kijkers je hebt. Maar het, het werk wat in die video gaat zitten is hetzelfde. Dus op die manier kun je dus veel geld verdienen zonder dat je er veel tijd mee kwijt bent. Maar het enige wat het wel is, het neemt veel tijd van tevoren in beslag. Dus als je nou de tijd en het geld hebt om het te doen, zou ik aanraden om extra en eventueel dus passief inkomen te genereren. Ben jij nou niet de persoon die dus een eigen bedrijf wil beginnen of voor de camera wil zitten met een vlog of video zoals deze? Dan kan het ook gewoon zijn dat je in jezelf investeert. In de vorige video zei ik al als je eenmalig 100 euro te besteden hebt, investeer dat in boeken, want je kunt daar heel veel kennis en ervaring van mensen uithalen. Maar wat nou als je elke maand dus 500 euro te beschikking hebt, tot je beschikking hebt? Nou, koop nog steeds boeken of doe een cursus online of doe een studie waardoor je zelf meer kennis binnenkrijgt, meer ervaring. Waar die je misschien kunt gebruiken om bij je volgende sollicitatiegesprek. Of misschien kun je promotie vragen bij de baas. Waardoor je dus ze eigenlijk meer kunt gaan verdienen. Waardoor je op die manier dus extra inkomen krijgt. En dan heb je gewoon het werk wat je nu doet. Uh, kun je dan blijven doen als dat beter bij jou past. Zoals gezegd. Misschien sommige mensen zijn gewoon niet gemaakt. Of zijn er niet geïnteresseerd in ondernemer te zijn. Die hebben liever de zekerheid. Maar je kunt op deze manier dus wel zorgen dat je extra kunt verdienen. Omdat je dus juist ja. Uh, vaardigheden krijgt die misschien een collega van jou niet heeft, waardoor jij meer ja, waarde creëert eigenlijk voor je baas en dus meer salaris kunt vragen. En de laatste twee punten hebben weer te maken met beleggen. Stel, je hebt 500 euro in de maand uh, die je nog niet gaat investeren. Die kun je juist in je reserve houden, dus je bouwt je buffer er wat uit. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat je denkt van, komende jaar zie ik de beurs crashen of hij is al naar beneden in het gaan of ik ja, het komende jaar of het jaar daarop gebeurt, dus ik hou liever um, op dit moment wat meer geld achter de hand. Op het moment dat het dan minder gaat met de beurs, kan ik langzaamaan geld erin gaan storten. Zeg maar aandelen kopen tegen telkens lagere tarieven. Waardoor als later de beurs omhoog komt, je meer en extra geld kunt verdienen op die manier. Dus het zou kunnen zijn dat je het gaat gebruiken omdat je dus um, ja, iets aan ziet komen of dat je even wil afwachten. Misschien heb je niet de juiste bedrijven, niet tegen de juiste koers op dit moment. Hou het dan geld achter de hand. Spaar het op om bijvoorbeeld volgende maand of over drie maanden of over zes maanden te investeren in de beurs. Maar het kan ook zo zijn dat je uh, op dit moment wel bedrijven ziet. Nou, investeer dan gewoon de volledige duizend euro elke maand die je hebt. 50% in indexfonds en doe die andere 50% gewoon net zoals bij die uh, eenmalig duizend euro in Dividendaandelen als die bij je passen, of risicovollere producten, of individuele aandelen. Dus ja, kan Tesla zijn, kan ook gewoon bedrijven zijn zoals Apple, Facebook, gewoon gevestigde namen, maar dat je op die manier zelf bedrijven kiest en een, ja, een beetje spreiding zorgt. Bedrijven waar je geïnteresseerd bent, die je toch al volgt, waar je in gelooft in de toekomst, dat maakt het vaak wat aantrekkelijker. Want bij een indexfonds of een ETF hoef je eigenlijk, ja, je dat niet bij na te denken. Je volgt gewoon de hele beurs, je stort het geld erin in principe want je koopt aandelen en het liefste denk je er niet bij na terwijl je soms kan het zijn dat je als je zoveel geld 1000 euro in de maand is best wel veel geld om tot je beschikking te hebben om te investeren dat je wat meer uh, interactie wil meer ja je wilt wat met je geld doen um, dan is natuurlijk een indexfonds ja daar hoef je niks aan te doen behalve het aandeel te kopen op deze manier kun je er zorgen dat je de nieuws volgt dat je kijkt wat doet het nieuws met het aandeel zoals gezegd. Geloof je in het bedrijf? Klopt het misschien op de lange termijn waar je in geloofd hebt, dan wordt het meer waard. Dan is het ook leuk om zelf dan weer ja, uh, te denken: van ja, dat heb je toch goed gekozen? Misschien vind je het wel heel erg leuk om uh, jaarverslagen te lezen en dat soort dingen. Dingen te ontdekken die anderen misschien niet zien. Om al die redenen kun je dus verkiezen om. Dus in plaats van het gehele bedrag in indexfondsen te stoppen, dus een groter gedeelte in dividendaandelen of juist losse aandelen te kopen. En daarmee sluit ik eigenlijk wel deze video af. Zoals je ziet, is dus op een manier van 1000 euro investeren weer anders dan als je 100 euro investeert. En daarom zal ik in de volgende video weer een ander bedrag gaan doen. Ik kan natuurlijk snel denken aan 10.000 euro, maar misschien neem je nog een tussenstapje. Omdat het afhankelijk van het bedrag wat je vooral maandags te besteden hebt. Andere dingen aantrekkelijker worden. Later als je meer geld hebt kun je bijvoorbeeld gaan denken aan vastgoed en dat soort dingen. Dus dat neem ik dan wel weer mee in de volgende video. Vond je nog een leuke video geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder geef even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties onder deze video weten wat je goed vond of minder goed. Dan kan ik dat meenemen in de volgende video. Heb je nog vragen of opmerkingen laat die ook onder deze video achter. En reageer ook op elkaars reacties dat je elkaar kunt helpen. We hebben ook een Discord chat, dat is eigenlijk een, niet alleen voor gamers, daar is het vaak wel op gericht. Maar inmiddels hebben we al iets meer dan 15, 16 mensen waar we regelmatig praten over de onderwerpen die ik ook op dit kanaal behandel. Dus passief inkomen, investeren en beleggen en persoonlijke financiën. Ook die link kun je onder deze video vinden. Dan kun je ook met ons meepraten. Daar zijn we elke dag wel op actief best wel veel onderwerpen en informatie komen daarvoor bij. Dus altijd interessant als je meer wil weten. Behalve deze twee video's in de week. Ik ben bijna geen lid van dit kanaal, maar wil je dus wel die twee video's in de week zien, abonneer dan even op het kanaal. En dan zie ik jullie graag weer terug in de volgende video.